Het festivalseizoen komt er weer aan en dat is dé plek waar de volgende gast zich als een vis in het water voelt. Met frisse en vrolijke muziek. En op de laatste editie van Lowlands was er zelfs de best verkopende Nederlandse act. Singer-songwriter Marieke Jager, welkom. Goeie. Maar naast het spelen van muziek en het zingen heb jij nog een andere enorme passie, namelijk hardlopen. Ja. Is dat iets wat je elke ochtend doet? Nou, deze ochtend niet. Maar een uitzondering. De laatste weken wel veel meer, ja. Want ik heb ook echt, ik heb een missie. Ik ga dan, komende zondag heb ik vorig jaar gebluft dat ik de 10 kilometer zou lopen. Bij de Marieke loop, ja. In Nijmegen. Ja, ik deed vorig jaar de 5. En toen heb ik heel hard geroepen toen ik aankwam over de finish. Volgend jaar wordt het 10. En daar werd ik aangehouden. Dus, En dat ga je dus doen. Oh, we zien het hier voorbij komen. Want het is een speciale ladies run. Ja, het is echt voor dames. En er zijn echt al 9000 inschrijvingen zo'n beetje. Waarom is het alleen voor dames? Ik denk dat het gewoon vooral heel gezellig is. Ik hoor dames, ik heb dames ook gevraagd van wat vinden jullie leuk om zonder mannen te lopen. En de vrouwen vinden het vooral heel leuk dat er niet gerocheld wordt en zo onderweg. Maar dat gebeurt vaak als je het met zijn mannen niet mijn loopt. Woorden, maar dat... Maar jij gaat erheen, je gaat niet alleen om te lopen, maar jij gaat er ook je single spelen, Run ja. Run. Ja. Is deze speciaal gecomponeerd voor de Marieke loop? Ja, het is echt... We gaan spelen tijdens de warming-up. En het is heel gezellig. Al die dames, 1000 dames op één veld. Olga Commandeur doet dan de bewegingen. En dan ga je met z'n allen warming-uppen. En daar moet muziek bij. En we gaan er live spelen zondag. En ik heb Run Run speciaal geschreven. Omdat dat een liedje is waar je gewoon lekker op kan bewegen. Wat gewoon lekker doorstampt. Maar is het ook een liedje wat ontstaan is tijdens het hardlopen? Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik, als ik loop, wel veel muziek in mijn hoofd heb. Zo. Ik ben wel een beetje gaan zoeken naar wat is nou het tempo waarop je loopt. En daarop is Run Run wel gebaseerd. Dat is wel een beetje mijn looptempo. Dus. Maar heb je dan al muziek in je oren of jij loopt zonder muziek en dan voel je en hoor je ineens muziek? Ik hoor onderweg wel, wel dingen. Dat is wel lekker. Je loopt al op een beat en dan ga je daar wel melodieën op verzinnen. Dat kan wel. Maar meestal schrijf ik gewoon thuis. Ja. En wat ik heel apart vind, jij hebt een aantal fans uitgenodigd om naar de Ardennen te komen, om naar je nieuwe muziek te luisteren. Ja, dat hebben we gedaan. Dat is, we zijn bezig met een plaat en die hebben we, niet vannacht, maar gisternacht afgerond. Dus die is nu af. Tevreden? En, ja, heel erg. Echt, daar kan ik nog heel lang over vertellen, maar dat is misschien een andere keer. Maar we hebben 2 maanden geleden, eigenlijk toen we er middenin zaten, ook in de opnames, hebben we al onze fans gemaild van hey, we willen heel graag jullie wat laten horen. En dat gaan we doen in de Ardennen. Dan kan je blijven logeren, dan krijg je heel lekker eten en dan gaan wij 's avonds een concert geven. Dan kunnen we 's ochtends ontbijten en dat hebben we gedaan met een exclusieve groep. En met welk doel? Met welk doel? Nou, we willen iets voor onze eigen fans doen natuurlijk, dat is gaaf. En het is heel leuk om nieuw werk te spelen ook, voor een verse groep. Die hebben dan nog niks van gehoord. Ja, want je ziet dan ineens mensen die van jouw muziek houden. Wat voor types waren het? Wat voor types? Ja. Zo, nou dat is als ik... Ben je geschrokken? Nee, valt mee. Nee, het waren hartstikke leuke mensen. Dat, En hoe waren de reacties? Ja, goed. Weet je merkt heel erg dat de mensen krijgen heel veel input in één keer. Dus je hebt zo'n 12 nieuwe liedjes, die smijt je in één keer de wereld in. En mensen kennen vooral de oude plaat heel goed. En dan is het echt, ja, daar word je even stil van. En dan op een gegeven moment komen de reacties in de loop van de avond. En dat was en heel doe positief. Je daar dan ook wat mee? Jazeker, ja. Ja, noem eens wat voorbeelden wat je hoorde. Nou, wat ik het moeilijke vond bijvoorbeeld is, daar kan ik heel moeilijk mee omgaan, is dat er een meneer naar mij toe kwam en die zei van ja, de plaat is volwassener. Waarom is dat moeilijk? Nou, omdat ik niet zo goed weet wat dat muzikaal gezien betekent. Nou, het lijkt mij dat je dan gegroeid bent. Ja, maar hoe, zeg maar. Van ik vind liedjes zijn altijd gewoon een momentopname. En dan, ik bedoel, als je 16 bent, dan schrijf je liedjes die dan spelen. En ik ben nu 29. Maar dan mag je ook wel een keer volwassen zijn, toch? Dat zou op zich is het wel goed dat iemand dat eens zegt. Van, het gaat de goede kant op. Je bent er zelf een beetje van geschrokken. Nou ja, ik probeer dat wel te ontdekken waar het hem dat in zit of zo. Want ik ben altijd wel, ik ben ook nog steeds heel trots op de eerste plaats. Maar hoe hoop je dat het overkomt? Ik hoop dat, dat was de grote uitdaging voor de tweede plaat, is dat het eigen bleef. Dat is sowieso voor singer-songwriters denk ik een goed doel. Onderscheid. Ja, want meestal, de tweede plaat is natuurlijk de moeilijkste. Want dan heb je de eerste gehad en dan vinden mensen dat leuk. En die zijn dan benieuwd naar wat daarna komt. En normaal, sommige mensen schieten enorm uit hun slof en die gaan hele gekke dingen doen. Omdat het de tweede plaat is en daar moet een hoop mee gebeuren. En dus het is heel erg stoeien met bij jezelf blijven en het
toch beter doen en uitvergroten. En dat is wat mij betreft gelukt. Nou, laat het horen. Speel wat voor ons, zing wat voor ons. Ja. Het hoort het nummer Lover. Ja, liefje. Wat zeg je? Liefje, ik vertaal liefje. Het even. Je vertaalt het even. Dankjewel. Don't you think it's time to stop pretending? You cover all your lies, floating away to silent endings, and hiding your cry. So won't you please, and tell your lover to come over? Won't you please tell your lover to come by? Give a little less when leaves are falling. It always felt so good when the season started calling and changing your mood. So won't you please tell your lover to come over? Won't you please tell your lover to come by? Mooi, dankjewel. Dit is een nummer van je nieuwe album. Je zei net, hij is gisteravond. Heb je hem afgemaakt, maar wanneer komt hij uit? Hij is af. En dan moet ik voorzichtig zijn. Hij komt uit. Om en daarnabij. Tussen eind augustus en oktober. September ergens. En de titel wordt? Dat weet ik nog niet. Oh, het is nog allemaal work het in progress. Oké, okay, ja. Dankjewel, Marieke Jager. Maar komende zondag dus in Nijmegen bij de Mariekeloop. En ja. 22 mei. En je kan je nog inschrijven voor okay. De sportieve dames onder ons. Tot morgen nacht. Je kan zich dus ook nog inschrijven als u mee wil lopen. Aanstaande zondag in Nijmegen. En Marieke Jagers ook nog te vinden op het festival aan de Werf. 22 mei en dat is in Utrecht. En we zetten het allemaal op de site. Zometeen films en Andries Knevel en Thijs van der Brink hier. Na het journaal met Jeroen Tjepkema. Tot zo.